De fascinatie om aan deze technologie te werken komt uit het feit dat de energie is een van de problemen van onze generatie. De transitie naar duurzame energie is iets wat wij als generatie op zullen moeten lossen. En de fascinatie die wij hebben met z'n allen om aan deze technologie te werken is vanuit de gedachte en vanuit de wetenschap dat het kan om met heel weinig materiaal heel veel stroom op te wekken. En in ons geval dus met vliegtuigen aan een touwtje. Het idee om dit bedrijf op te richten is ontstaan in 2008. Door onze directeur Richard Ruitenkamp. Die leidde aan de TU Delft een onderzoek dat was gestart door Wubbel Ockels naar Airborne Wind Energy. Eigenlijk naar verschillende mogelijkheden om met apparaten wind op hoogte te oogsten. Ze keken daar naar mogelijkheden met vliegers, met vliegtuigen, met heliumballonnen. En dat werd allemaal doorgerekend daar. Richard die heeft gekeken naar al die verschillende concepten. En heeft zich gerealiseerd dat los van het feit dat het heel interessant is om te rekenen aan dit soort technologieën, om te kijken met hoeveel materiaal kun je nou hoeveel stroom opwekken, heeft hij zich ook gerealiseerd dat als je dit op de juiste manier doet, dat je de kosten van duurzame energie echt terug kan brengen tot het niveau van kolencentrales. De grote besparing zit in twee dingen. Aan de ene kant gebruiken we, vergeleken bij een gewone windmolen, maar ongeveer 10% van het materiaal. En omdat wij niet vastzitten op een toren met wieken, dus zoals een normale windturbine werkt, maar wij zijn eigenlijk een vliegtuig dat aan een touw is verbonden met de grond, daardoor kunnen we ook veel hoger opereren. En hoe hoger je gaat, hoe harder het waait. We zien het feit dat er al heel veel windturbines zijn gebouwd op de wereld, zeker niet als een bedreiging voor onze technologie. We doen hetzelfde, we wekken stroom op basis van windenergie, alleen wij doen dat met veel minder materiaal. Dat zal dus betekenen dat de kosten van windenergie daardoor veel lager zullen worden. De huidige windturbines hebben er sinds de jaren 80 ongeveer 30, 35 jaar over gedaan om te komen tot waar ze nu zijn. Maar die hebben ook kostenniveaus waarbij nog wel subsidies nodig zijn. Omdat wij hoger vliegen en omdat we minder materiaal nodig hebben, zullen wij juist die kosten naar beneden brengen. En als we daar succesvol in zijn, dan zul je zien dat in een periode van ongeveer 20 jaar, dat onze technologie en systemen zoals van ons langzaam deze markt over kunnen nemen. Het allereerste prototype is gefinancierd met spaargeld van de oprichters. Het ging toen nog om een paar duizend euro, om wat schuimblokken te kopen, ruimte te huren. In 2013 zijn we gestart met onze eerste crowdfundingcampagne, waar we in 60 dagen 3,5 ton mee op hebben gehaald. Uiteindelijk hebben we die ronde gesloten met 2,7 miljoen financiering, waarmee we dus door zijn gegaan met het ontwerp en de bouw van ons volgende prototype. Ook op dit moment plannen we een nieuwe crowdfundingcampagne. In totaal is er nog iets van 50 miljoen nodig om deze technologie naar de markt te brengen, waarvan we nu 4, 5 miljoen aan het zoeken zijn op de informele investeerdersmarkt. Dus de grootste investeerder op dit moment in Ampex Power is al de crowd. En wij willen in het begin van volgend jaar ervoor zorgen dat er meer mensen in Nederland en daarbuiten zich bij ons aan kunnen sluiten, om ervoor te zorgen dat we samen deze technologie naar de markt gaan brengen. I'm Shadi and I am one of the lead flight controls engineers at Ampex. I moved here from San Diego 2.5 years ago, and I used to work for a relatively big aerospace drone company called Durham Atomics. But I wanted to change and step away from the military industry and yet stay in the aviation industry, but do something innovative and something meaningful. And when I heard about Ampex and they were hiring, I just thought, wow, it was a great opportunity. Not only doing something meaningful, but also something super technically challenging. And it seemed like, wow, it was just a once-in-a-lifetime opportunity, I thought. So here I am. All of us want to make a difference. And we've all, we really believe in this technology. So we've all taken some salary cuts, because I think outside of this work, we would have gotten a lot higher salaries. But I think money for us isn't an issue. So we want to work in an innovative industry. We want to contribute. The team is quite cohesive in that. So we all really have a mission of doing something really new. I'm part of the autopilot team. And one of our biggest challenges right now for the autopilot team is coming up with
ways to save weight and be able to land the aircraft. Landing the aircraft is quite a challenge for us because the airplane is designed for harnessing wind energy, which means that it has a long wingspan and it generates a lot of lift. It's not meant for landing. So we have a lot of challenges to make the aircraft land on a tight spot, but I think we're succeeding in that. So we are overcoming some of our hurdles and making changes and iterations in the building process and whatnot to be able to achieve our goals. But our funding is an issue. So we just hope that more people get excited, and we are doing a crowdfunding soon, and we hope to garner enough money to build our third or fourth plane and make this a reality.